Het college van de burgemeester en wethouders heeft aan de Schiedamse gemeenteraad een plan voorgesteld om meer winkels in het Hof van Spaland te gaan bouwen. En de Blauwe Brug, waar onder andere Stichting Net Niet Genoeg is gevestigd, te gaan slopen ter behoefte van de woningbouw. Wij vroegen aan de mensen in het Hof van Spaland wat zij daarvan vonden. Wat vindt u ervan dat de gemeente het Hof van Spaland wil uitbreiden? Hoog tijd. Ik denk dat het al jaren hier niks gebeurd is. Het verloedert, het loopt achteruit. De markt is ook al verdwenen. Het is hoog tijd. Ze willen ook de Blauwe Brug gaan ze slopen voor woonruimte. Wat vindt u daarvan? Ik denk dat dat nodig is. Er zijn steeds meer jongeren die verplicht bij hun moeder blijven wonen. Omdat er geen iets anders is. En dit staat ook al maanden, jaren leeg en verkommerd. Dus ik vind het een goede zaak. Ja, ik denk dat het alleen maar heel goed is. Dit is een fantastisch winkelcentrum waar allerlei hele mooie winkels in zitten. Dus ik denk, als die mogelijkheid er is, dat dat heel positief is. Denkt u niet dat er dan misschien meer concurrentie komt? Nou, voor ons zeker niet, want wij zijn vrij uniek als boekhandel hier in het centrum. En ik denk, hoe meer winkels, hoe beter je eigenlijk elkaar kunt versterken. Dus ik ben daar niet zo heel bang voor. Hadden we goed. Vindt u dat dat nodig is? Ja, winkels erbij wil hebben, ja, dan moet je uitbreiden. En als dit weggaat, ja, dan kunnen ze bouwen. Het winkelcentrum hier uitbreiden. En dan lopen er steeds leeg. En dat wordt gesloopt. Nou, dat snap ik niet hoor. Ik vind hier niks aan uit te breiden.